kennis die we nu hebben, kunnen we samen met ouders en hun kind heel gericht beslissen wat in zijn of haar situatie de beste behandeling is. Toegankelijke, innovatieve en betaalbare zorg voor iedere patiënt nu en in de toekomst. Dat maken medisch specialisten mogelijk met de juiste zorg op de juiste plek. Bijvoorbeeld door onderzoek naar de noodzaak voor het knippen van amandelen bij kinderen. We hebben onderzocht in welke gevallen het zinvol is om een operatie aan de amandelen te verrichten en in welke gevallen we beter kunnen volstaan met een afwachtend beleid, met begeleiding, pijnstilling en eventueel antibiotica. We weten nu in welke gevallen een operatie de beste optie is. Dat zijn is bijvoorbeeld bij kinderen die 4 of meer keelontstekingen per jaar hebben, of kinderen met hele grote amandelen die last hebben van stoppen met ademen tijdens het slaap of eetproblemen. Voor die kinderen is een operatie zinvol. De resultaten van ons onderzoek zijn opgenomen in de richtlijn voor het verwijderen van amandelen bij kinderen. En we hebben uitgerekend dat sinds het verschijnen van de studie er een afname van het aantal ingrepen met 40% is opgetreden. Alleen kinderen die dus operatie echt nodig hebben, worden momenteel nog geopereerd. En hiermee kunnen we dus betere zorg geven. Maar er is ook een afname van de zorgkosten met 8 tot 10 miljoen euro per jaar. Meer voorbeelden van de juiste zorg op de juiste plek? Laat je inspireren op demedischspecialist.nl/jzojp.